Yo guys, Let's hier met een nieuwe video. En vandaag is weer terug train 4 weer. De vorige keer waren we hier gebleven met deze mooie trein. En wat fuck zei ik, dit is geen trein, dit is een tram, Wouter. Een tram, ja. Maar dit is onze nieuwe stad, Vendel. En ja, dat is super nice. Dus dat is een heel mooie stad. Ik ga gewoon even op play duwen. En zoals ze weten, gebruiken zoveel mensen niet de tram. Maar volgens mij weet ik al hoe dat komt. Dat komt omdat er helemaal gewoon niet zoveel trams rijden. Dus ik ga gewoon een nieuwe tram gooien, route toewijzen. En ik ga die gewoon op de tramroute van Vendel gooien. Er moeten gewoon meer trams komen, dat is het. Dat is het gewoon. Ja, en die man staat op een tram te wachten. Die gaat nog wel langer moeten wachten. Want die tram is net vertrokken. En wat ik ook nog wou doen, is dit is de route. Route 1 is de route waar we heel veel geld uit halen. Heel veel. Ik denk, dat is onze grootste geldbron. Dus ja, kijk, die heeft 41 personen meegepakt en er staan er altijd 27 te wachten. Dus dat is vrij zot. Er staan er altijd 64 voor één route, dat is immens veel. Dus wat ik dacht om te doen, ik ga sparen tot ik wat meer geld heb en ik ga die trein upgraden. Kijk, dus deze man heeft maar 7 man mee, maar dat moet echt meer gaan worden. Dat komt gewoon puur omdat transport, denk ik, niet zo goed is naar naar de treinroute zelf. En de man staat er nog altijd op te wachten, maar er komt zo een tram aan, hoor. Het komt allemaal goed. Oké, we zullen hem laten aankomen. Dus ik ga wat fast forwarden. En ik ga kijken of ik een nieuwe tram kan kopen. Maar zoals in de titel lazen, is dat correct Nederlands? Ik denk het wel. Ga ik praten over mijn allereerste strafstudie. Yeah, cool gast, strafstudie. We moeten de mensen pushen om de tram te gaan te gebruiken. Oké. De bus wordt hier ook wel veel gebruikt, though. Heel veel zelfs. Dus misschien kan ik ook nog een paar bussen toevoegen. Ja, maar ik moet mijn trein wel in het oog houden. Geen idee trouwens hoe die in zijn depot gaat geraken. Ah, ik zie het al. Hij moet eerst nog eens teruggaan, zodat hij in zijn depot kan geraken. It seems legit. Ik ga kijken. Ik ga ook al bij alle tram dingen instellen. Het automatisch vervangen. Dus het oud voertuig vervangen. Ja. En daarom moet dat nog niet echt. Oké. 42 man zit volledig vol. Deze man produceert zoveel olie, ik zou er iets mee moeten doen. Kijk naar een treinspouw. Een trein. Ik was eigenlijk al lang van plan om een treinspouw te gaan maken. Productie 37, holy shit. Ja, ik vrees voor hem dat er niks op hem zat te wachten. Kolen? Oh my god, waarom de fuck? Voertuig vervangen? Oh. Why, yo. Dat is goed dat ik dat fucking zie. Fucking olie. Ik ga even het beeld zetten op deze trein. Tot hij vervangen is. En dan ga ik ondertussen over iets anders leuk praten. Mijn eerste strafserie. Het was een mooie vrijdag. Een mooie vrijdag op school. En we hadden net LO gehad. En dan Nederlands. De meneer van Nederlands kon de klas niet zo goed onder controle houden. Godverdomme, ben al kwijt wat ik wou zeggen. En ja, het was Nederlands. En we stonden dus wat beeld. En iedereen had wel met dingen door de klas te gooien. Superleuk. En op een moment had ik een pen op mijn bank gekregen. Was een beetje uitgelopen. Een beetje maar. En was net onder mijn kaft. Maar ik had dat dus eigenlijk niet echt gezien. Oké, en nu zal je wel vervangen moeten worden. Nu zal jij ik heb meer dan 1 miljoen. Nu moet jij vervangen worden. Ook is opgevallen dat die trein er bijna een jaar over doet om zijn andere halte te geraken. Maakt niet zoveel uit. Onderweg naar de pot, mooi. En wat ik dan ga doen ondertussen, dan ga ik een nieuwe trein kopen. Ik koop treinen. De Prussian. Met wagons. Hier kunnen er 8 in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké. En onze nieuwe trein is er. Onze motherfucking nieuwe trein is er. Zie hier de Prussian rijden. Hell yeah. Plus dan kan ik die andere trein nog eens cellen en dan kan ik er geld uithalen. Als het goed is, gaan ze elkaar tegenkomen. Oké.
Wieeuw. Deze trein heeft goed zijn werk gedaan, maar ik ga hem waarschijnlijk wel verkopen. Nee, ik denk dat ik gewoon de locomotief bijgehouden, omdat het mijn eerste trein is, snapte. Dan moet ik die toch wel bijhouden, de eerste locomotief. Oké. Zo. Ik moet voorzichtig zijn. Oké, en deze trein houden we gewoon bij. Ook al kunnen we er geld uit halen. Oh, wacht. Nee, dat doen we niet. Want dat kost geld om die te onderhouden. En dat is nu niet echt nodig. En hij heeft zijn eerste passagiers meegenomen. 58. Eindelijk kan iedereen er nog eens terug in gaan. En dan gaat deze stad ook wel meer personen krijgen. Dus meer volk. En dat is super awesome. En ze nu, heeft er iemand nu serieus een flauw plezante hier tussen een parkje gebouwd? Landgebruik. Ah, er staan gewoon een paar random bomen. Ik heb die er niet gezet. Wauw, zijn zelfs tot hier aan het bouwen. Doe normaal. Wat staan goed eraan. Oh wauw, busroute 1 van Ving wordt wel heel veel gebruikt. Treinroute 1 heeft verlies, maar het komt wel in orde. Als hij aankomt, dan komt dat in orde, vriend. Holy fuck, hoeveel bussen rijden er in lang? Oh yeah! Oh yeah! Ah wauw, ja tuurlijk. Nu komt er ineens, komen ze ineens opdagen met een nieuwe wagon waarin er meer man in kan. Are you fucking kidding me? Oh, maar ik zie hier wel... Terug naar de pot. Ook terug naar de pot. Zo. Oké, wacht. Dus zet nu een vingakker en er staan heel veel mensen te wachten. Bijna niemand voor de tramroute, maar wel voor de busroute. Is het hier ook zo dat de tramroute gaat uitsterven of niet? Ja, maar de mensen hier willen nog... Ja, hier willen ze nog vaak de tram gebruiken. Maar als de tram hier niet meer zou rijden, zou het ook wel dood zijn, hè? Maar ik moet ook zeker geen meer trams op deze route gaan gooien. Die tram kan gewoon lekker blijven en ze zijn hier gewoon al aan het bouwen. Dat is echt super sick hoe groot dat deze stad aan het worden is. Dat is echt... What the fuck? Kijk hoe groot dat die stad aan het worden is. Dat is niet... Dat begint niet meer zo gezond. Maar hey, ik kan niet klagen. Oh, en drie keer raden wat ik ben vergeten. Ja, mijn verhaaltje afmaken. Ik sta al terug 18 fucking man. Ah, nu komt er maar met 21 man terug. Ah, ik moet meer bussen hebben. Dat komt daardoor. Koop wegvoertuigen. 1, 2, 3. En die moeten... Is dit lang? Ja, dit is lang. Zo. Al die passagiers die hier te veel zijn. Zo. Oké. Je hoort het geld trouwens al binnenstromen. Hier moeten er ook meer bussen worden geplaatst. Want het mag niet dat mijn grootste geldbron uitvalt. Oké. Snel mannen, anders zijn jullie niet op tijd voor de trein. Oh wauw, er staan ineens... Ja, ineens 5 man, 6 man, 7 man. Net dat hij vertrokken is, Mongols. Waarom zijn jullie te laat? Waarom zijn jullie te laat? Ik heb hier meer bussen nodig. Maar kijk hoe tyfus groot dat die stad moet worden is. Waarom bouwen jullie allemaal hier? Fucking nice. Maar ik moet misschien effectief wel iets nieuws gaan bouwen, want ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik heb nog helemaal niks gedaan deze aflevering. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ik heb mijn trein wel vervangen, maar hij is... Kijk hoe het met mijn andere trein gaat. Ah. Oeh, weg. Trucroute 2,2. Hoe komt dat? Ah, tuurlijk, omdat hij bijna geen olie meer kreeg. Nou, dan is het logisch. Oké. Ik zie al wat problemen is. Productie 40. Oh, nee. Ja, ik had automaat... Nee, godverdomme. Nee, dat is gebukt. Oh, oké, ik heb het gefixt. Nee. Oh, wat doe ik allemaal? Ik ben aan het upfucken. Oké. Olie. 1, 2, 3, 4. Route toewijzen. Uh,
Geen idee welke truckroute dat is. Truckroute 2,1. Ja. Oké, even gewoon op play zetten. Ik wil nog iets doen. En ik wil mijn verhaal afmaken, want ik heb niet gedaan. Dus heel mijn bank ging vol. En ik dacht, oh fuck, ik wil dat niet opkuisen, want snap je, ik wil gaan eten. Ik heb honger, dus ik ging ook gewoon eten. En ja, ik heb die bank achtergelaten. Vol, maar echt wel vol met inkt. Oké, eigenlijk viel dat nog mee. Je pakt het ongeveer zo'n plek was met inkt. Dus dat was niet superveel, maar het viel wel op, snap je? Deze kutstad begint ook groot te worden, maar ik haal deze stad omdat die tram hebben refused. En hoe is het met de busroute hier? Kijk hoeveel bussen. Om de 30 seconden komt er een bus. Amai, daar kunnen ze in Antwerpen niet van leren. Ja, elke bus zit dan ook nog eens vol. Dat is wel het beste eigenlijk. Dat is nog het beste. Waarom maakt je straat hier niet af? Volgens mij zo moeilijk is dat. Zo. Ja, ik ben zo aan het helpen met straat te bouwen, want zelf kunnen ze dat toch niet. Bij wijze van spreken. Oké, hoe is het in deze stad? Zit er iemand? Oh, nee, jongens. Oké, 3 man. Ça va. 0 man, niet zo goed. Tram. Maar hij maakt wel winst hoor, daar niet van. Oké. Ik heb alles onder controle, maar ik moet... Oh, er staat 16 man te wachten, dat is onder record. Maar waar is hem? Ah, hij zit onder de grond. 13 man. Oké, en hoe doet hij het? Hij maakt verlies, maar het verlies valt nog mee. Wat ook heel eigenlijk stom is. Ik heb die trein geüpgrade en ineens pakt veel minder man die trein. Dat is echt typisch. Ik kan nog wat meer bus laten rijden in Ving. 1, 2. Ja. Jij stopt me even. Want anders zijn die bussen direct naar elkaar en dat is vrij stom. Oké, wacht, ze kunnen zijn hulp wel gebruiken. Allee mannen, pak eens terug die trein volop. Nee, dat is het niet. Godver. Heb ik die fucking trein geüpgrade en dan wil ineens niemand die meer pakken. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Maar ik maak er wel nog winst uit, maar niet zoveel als vroeger, maar het is, dat is wel wat het belangrijkste is, denk ik. Oké, 38 van de 64. Iets meer dan 11. Ja, nee. Deze is niet normaal hoe weinig mensen dat er ineens... Wat? Slaagt op niks. Zijn er gewoon een paar mensen gaan wonen op die tram ofzo? Kijk, hier zitten de haltes niet vol, maar daar zitten de haltes snel te vol. Kijk, 16 man, 14 man, what the fuck. Treinroute 2 is mensen aan het afvakken van treinroute 1. Dat is niet goed. Oh, eigenlijk maakt dat niet zoveel uit, maar oké. Okay. Eigenlijk is dat wel goed, want dan beginnen mensen die route ook blijkbaar te gebruiken. Dan nog. Nu gaan ze hier heel veel klanten mogen verbruiken. Oh boy. Al die mensen willen op de fucking bus. Allee, hoe kan het nu zijn dat dat nog zo lang duurt voordat er een nieuwe bus komt? Moet nog vlotter gaan. Ja, ik koop gewoon nog 2 bussen. Nee, pak er gewoon 3. Hier. Ik denk dat ik nog nooit zo'n goede busroute heb gehad, dus dit is niet gezond. Gewoon 4 fucking bussen aan elkaar. Oké, dat is misschien een beetje overdreven, maar terug naar je depot. Oké. Maar kijk al die bussen. Holy fuck. Oké, weg met je. Oh boy, maar gaas, kijk hoeveel bussen dat er rijden. Hoe kunnen er altijd zoveel mensen wachten? Ik snap dat echt niet. What the fuck, dat is niet logisch. Ah, 53 man, dat is al wat beter. Ik moet gewoon dat openbaar vervoer goed maken. Hoe meer man, hoe beter. En ik moet meer cargo doen.
Want, ja. Hoe gaat het trouwens met die truckroute neer? Productie 42. Ik vind het wel raar dat hij geen goederen meer produceert. Of ze plaatsen gewoon niet meer hier. Routegebruik, ja, maar waarom de fuck? Oké, dit begint for real wel een probleempje te worden. Ah, oké, ze beginnen terug goederen te maken. Oké, dat is al beter. Ik ga ook kijken, wacht hè, ik ga even helpen. Zo. Speciale straat daar, ik weet het. Ik ga kijken of de, dit. Ja, voilà, oké. Mooi. Dan wordt het verkeer in de stad niet lastig gevallen door die trucks. Nog meer bussen. Ik heb meer bussen nodig. 1, 2. Ga weg. Ik begin al naar die 2 miljoen te gaan. En ik ga kijken dat ik ga de bank wat betaal. Ik ga de bank een miljoen terugbetalen. Voilà. Ik heb de bank net een miljoen terugbetaald. Oh, maar productie 43. Waarom staan er dan geen goederen? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ik ga trouwens deze straat verwijderen. Oké, maar om mijn verhaal af te maken, ik ga het nu serieus afmaken. Ik ga gewoon deze trein laten zien. 40 man, oké, zo moet dat. Zo fucking moet dat. Dus, die maandag erop, weekend was voorbij gegaan. En ik was eigenlijk al een beetje vergeten dat het bank vol met inktgedoe gebeurd was. Ik was een beetje vergeten. En die maandag erop kom ik naar school. Eerste lesuur, ja, half aan het slapen. Want ja, van tijdens. Ja, boeien maakt niet uit. Tweede lesuur. Midden in de les moeten ineens 8 kinderen. 8 kindjes. Moesten naar het. Naar de directeur. En ja, naar de directeur zijn lobby. En ja, niemand wist waarom. Iedereen was. Ik was toch super nieuwsgierig. Want ja, ik wou weten waarom, want dat is altijd zo leuk als er iemand gestraft gaat worden. Ja, dat is grappig. Maar ik wist niet dat ik degene was die gestraft ging worden. Toen wist ik het nog niet. Tijdens speeltijd waren ze altijd niet terug. Derde lesuur kwam de eerste man terug. En... er zit nieuw. De haltram! Elektrische tram. Oh, shit. Oké, dat is voor de volgende video. Fucking nice. Maar er moest... Oh, er staan ineens veel maanden te wachten. 57. Zo ken ik treinroute 1. Zo ken ik treinroute 1. En tijdens de derde lesuur kwam dus de eerste leerling terug. Ik vroeg ze aan hem, ja, waarom werd je nu naar beneden gestuurd? Ah, ik werd ervan beschuldigd dat ik een bank vol met inkt heb gedaan. Ik zo, ah. Ah, fuck. Dus, ja, toen had ik, dacht ik van, oh, fuck, ik hoop niet dat ik naar beneden word gestuurd. Want anders ben ik wel genaaid, maar ik werd naar beneden gestuurd. Ik werd ondervraagd. En, ja, toen had ik strafstudie aan mijn been. Ik mocht tijdens de strafstudie eerst, en dat was met iemand anders, want iemand anders had ook inkt op zijn bank gemorst. Dus ja, eerst moesten we banken gaan schrobben. En dan moesten ze allemaal shopjes doen tot 5 uur. En het laatste lesuur is gedaan om 3:30. Dus dat was een 1,5 uur strafstudie. Oké, maar ik ga deze video wel afsluiten. Ik heb niet zoveel gehad over mijn strafstudie halen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want ja, op zich was het weer al niet zo speciaal. Maar ik ga proberen een speciaal verhaal te vertellen de volgende keer. Ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. De volgende keer gaan we spelen met de eerste elektrische tram. Dat gaat super worden. Beloof ik u. En ik zeg ciao.